buiten dat je nou confuus bent. Hè? Ja. Wat doet dat dan verder met je, zo in 1, 2, 3? Ja, ik weet niet. Ja, het blijkt van waardering, denk ik, voor wat je doet. En dat voelt gewoon goed. Ja. Dus ik ben er wel blij mee. Ja. En naar verwachtingen staan op de punten die jij voor de kerk doet, al heel lang, denk ik. Koster en nog meer dingen, denk ik. Ja, ik heb van alles gedaan. Ja, zoveel. Ik weet het eigenlijk. Heel veel vrijwilligerswerk altijd gedaan, ja. En altijd met plezier. Heel veel plezier gedaan. En als het... Ja, Lotus, de EHBO, in het bestuur gezeten. En, ja, ik heb eigenlijk van alles gedaan. Het is makkelijk als je een leuke club met mensen hebt. Dan is vrijwilligerswerk is dan eigenlijk simpel. Dan haal je er plezier uit. Dus dat is heel belangrijk, vind ik wel. Ja. En het is een leuke club hier ook bij de kerk waar we zitten, die vrijwilligers. Dus we kunnen het goed met elkaar vinden. Dat is gezellig. Ik wens jou een hele bijzondere dag. Ja, dankjewel Peter, dankjewel. Het is nog even bijkomen nou. Ja, dat snap ik. Ja, Gerda, welkom. Nou is de vraag, wat kom jij hier doen? Ik kwam normaal als raadslid, maar mijn man vertelde vanmorgen dat ik een lintje krijg. Aha. Ja. Heb jij veel vrijwilligerswerk of raadswerk? Weet je ook waarvoor? Ik doe al 40 jaar boodschappen bij de mensen brengen en die betaal ik zelf. Dus, en nu in de coronatijd ben ik begonnen met boodschappen rond te brengen voor de mensen ook weer. En soep rond te brengen. Niet bang zijn, ook voor de corona. Hey, dus ik heb al die tijd gewoon boodschappen rondgebracht. En dat doe ik nog steeds. En ik help de mensen ermee. Ik denk dat je heel veel zaken tegenkomt bij de mensen thuis waar je boodschappen voor doet. Nou, ik heb als raadslid mocht ik de burgemeester een keer meenemen. En ik heb hem toen met de boodschappenronde dan, zeg maar. En hij zei, ja, ik zie het. Ik zie het, wat er aan de hand is, zei hij. Ja. Hey, dat is fijn dat hij dat ook goed... Hij wist het natuurlijk wel, maar nu was het echt duidelijk. Ja, ja. Ja, en nou wordt het een spannende dag. Ja, je weet niet wat er precies gebeurt natuurlijk. Nee, want ik wist vanmorgen pas dat ik een lintje zou krijgen. Ik wist ook niet eerder. Maar ik was normaal hier toch gekomen, omdat ik normaal als raadslid hier altijd aanwezig ben. Ah. Hey, dus ik was normaal altijd gekomen. Wow. Ja. Nou, ja. Okay. Maar ja, ze verzinnen toch van allerlei smoesjes. Want dan zeggen ze van, hoe noem je dat? Ik moest eigenlijk normaal oppassen vandaag. Ik zei dus, ik kan eigenlijk niet naar die lintjes uittrekken normaal van de mensen. Ja. En eerst krijg ik te horen van, ja, maar je bent vrij, want we gaan nou niet... we hebben gewoon een vrije dag genomen, dus vandaag. Oké. Okay. Ja. Veel plezier. Dankjewel. Je even mee? Ja. Loop je ook mee, Azemie? Nee. Een patiënt. Ja. Ik geloof dat ik hier belazerd was. Ja. Je mag erbij gaan staan. Ja, en zo is de verrassing voor Peter compleet. Hij was hier naartoe gelokt om interviews te doen en nu blijkt dat hij zelf een lintje krijgt. Wanneer ging het lampje branden? Nou, ik werd de hele tijd afgeleid met mijn rug met interviews. En achter mijn rug gebeurde van alles. En draai om, er staat de familie. Dus toen dacht ik, hier word ik belazerd. Ja, want hoe ben je hier naartoe gelokt? Ja, door Hakim om interviews te doen. Ja, dat is een vrij normale vraag met zo'n dag. Dus ja, ik moest om 9 uur komen. Dus dan doen we dat toch. Ik had wat vragen voorbereid. Ik had nog gekeken naar vorig jaar. Wat vraag je dan? Ja, nou ja, ik ben erin getrapt. Ja, die kunnen de vuilnisbak in. Ja, precies. Geniet ervan. Ja, dat ga ik zeker doen. Dank je wel. Kees van Kempen, van hartelijk gefeliciteerd met je onderscheiding. Een hoge onderscheiding, hè? Ridder, ja, in de orde van de Nederlandse Leeuw. Dus dat is flink wat hoger dan de anderen. Je hebt verschillende films gemaakt, hè, over de natuur. Die passie zal nog niet uitgedoofd zijn natuurlijk. Is er al een vervolg in de maak? Nee, eerlijk gezegd nog niet. Ik heb de afgelopen jaren ben ik zo intensief met de film Wolf bezig geweest en met de theatertour die ik net heb gehad. Dat ik had geen ruimte in mijn hoofd om al aan de volgende te denken. Nee. En die ruimte ontstaat nu. Dus het begint wel te borrelen, maar ik kan nog niet zeggen wat het gaat worden. Dan was je waarschijnlijk vandaag verbaasd dat je hier ineens een onderscheiding kreeg natuurlijk. Maar ben je ook niet verbaasd geweest over het succes wat je hebt gekregen de afgelopen jaar? Ja, ik val wat dat betreft van de ene verrassing in de andere, zal ik zeggen. Maar vandaag was wel toch de meest onverwachte. Ja.
Maar het is toch wel boeiend om te zien dat er ook veel belangstelling is voor de natuur. Ja, en gelukkig. En dat moeten we ook koesteren, denk ik. Ja. Dus dat motiveert mij ook wel om gewoon nog mooie dingen te blijven maken. Ja. Ja, want ik hoor ook wel eens dat er bijvoorbeeld heel veel complimenten zijn voor het programma Vroege Vogels. Ja, Vroege Vogels is volgens mij ook een van de oudste programma's van Nederland. Dat klopt. Het bestaat al gewoon volgens mij al 40 jaar of zo, of iets dergelijks. En dat blijft elke week weer gewoon een heleboel publiek trekken. Ja. Ja. En je ziet ook nu weer een programma wat dwars door Nederland gaat, hè, met die drie Belgen. Ja, Nou, af en toe stukjes natuur erin. Ja, en ik voel me vereerd dat ik af en toe ook gewoon een klein stukje mag bijdragen aan toch wat er op tv te zien is. Overigens vind ik het wel leuk om te zeggen dat op 9 juni aanstaande, zondagavond 9 juni, de film Wolf weer wordt uitgezonden. Oké, nou de mensen die hem gemist hebben, en daar ben ik er één van. Die kunnen dan gaan kijken. Kan je straks nogmaals niet meer zeggen, want ik heb nooit gezien. Hartelijk dank en nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel. Leon Aanraad, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Een leuke onderscheiding. Had je hem verwacht? Nee, totaal niet. Toch niet? Ik ben er weer fantastisch ingeluist. Ja. Met mooie praatjes. We gingen eigenlijk op weg om iemand anders een lintje te laten uitreiken. Dat had ik begrepen, ja. En... ik vond eigenlijk dat die persoon ook een lintje verdiende. Nou, dus, zeker. Wie weet. En dan plotseling staan je eigen vrouw en je kinderen voor je neus. Dan weet ik wel hoe laat het is. Ja. Ik ken het gevoel, ik heb het ook jaren geleden meegemaakt. Ja. Maar hij is je van harte gegund. Dankjewel. We zijn het wel eens niet met elkaar eens, maar in dit geval was ik het er zeker mee eens. Nou, kijk eens aan. Dankjewel, Hakim. Dankjewel. Dus fijne dag. Ja, dankjewel. Hartstikke. Hans Hansen en Evelien, van harte gefeliciteerd met je onderscheiding. Ik denk dat je er op een goede manier ingeluisterd bent. Nou, inluizen, nou, dit is gewoon verschrikkelijk. Dit is echt gewoon mindblowing. Hè? Dit hoort niet bij mij. Nee, dat geloof ik ook niet. Echt niet. Jij hebt liever zen-ervaringen. Ja, nou ja, zen, maar niet in de maling genomen of zo. Nee. Maar je verdient het. Dat heb je wel gehoord, alle lovende woorden. Nou, dat vind ik echt heel lief van iedereen die mij zo ver hebben kunnen krijgen dat ik hier zo aan de verkeerde kant van de gezelschap, achter de ronde tafel. Nee, het is echt, ik word er echt wel emotioneel van. Ja. Echt wel. Maar op een andere manier. Nou ja, zeker wel. Ja. Maar ja, heel maar verrassend. Artistiek ben je nog niet uitgeblust, hè? Ach, god, nee. Ik kom tijd tekort op de dag, hè, dat weet jij helemaal. Maar ik bedoel alleen maar de voorzitter samen. Ja, ik zag hem van de week, ja. Maar dat betekent eigenlijk ook dat hij meer in dat schuurtje van hem woont dan in de woonkamer. Oh, ja, maar ja. Ik zie hem nog. Maar daar ben je wel aan gewend. Je bent eraan gewend. Nou, geniet er nog van deze dag. Nou, dat doe ik zeker. Ik vind hem echt wel, ja. De heer Arie van Etten uit Kruisland. Arie, daar is hij, hoor. De rijkste man van Kruisland. En onze kunstenaar Hans Hansen uit Dinteloord. Hans! Op de gezondheid van u allen. En natuurlijk ook ter ere van Zijne Majesteit de Koning, de Heer van Steenbergen, die morgen zijn 57e verjaardag mag vieren. Hoezé! 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 Proost!